bent, dan moet je het maar goed doen ook. In Amerika hebben ze daar nu het populaire turducken voor. Tur, dat staat voor turkey, kalkoen dus. En daar gaat dan in eend, duck. En dan gaat ook nog eens een kip in, chicken. En dan krijg je dus bij elkaar turducken. Nou, onze verslaggever Erik Mouthaan ging voor ons op zoek naar deze heuse kerstknaller. Merry Christmas, gentlemen. Enjoy your meal. Thank you so much. Nou, editie, wij zitten ook aan het kerstdiner hier in New York. Team New York, mijn producer Eise en een stagiair Yuri. En dat is een flinke kalkoen daar. Maar als je hem opensnijdt, zie je iets raars. Geen botten en heel veel vlees. This is a what we call a turducken. It's a turkey duck chicken. So on the outside we have a turkey, in the middle we have a duck, and on the inside we have a chicken. In een van de betere restaurants van New York willen ze speciaal voor ons wel zo'n vleesbom klaarmaken. En kijk eens wat er allemaal in gaat. I like to start with the chicken first, just because it's the smaller of the three. I think it's fun. I think people like really enjoy the challenge. Het ontbotten is nog het meeste werk. De maaltijd is vooral een traditie in het zuiden van de VS, waar hele gezinnen dagenlang eten van de turducken. The salt and pepper, all right. And you have the duck. You just put it right in. You put it right in, so you want to make sure it's the same way. And then the chicken. Just the turkey is not enough anymore? I guess not. I think it's we're a gluttonous country, I guess, to say the least. And this is definitely not an every night kind of thing, but when you get your family together on Thanksgiving or for Christmas, you have this big, big roast. Een kalkoen gevuld met twee andere vogels. Voilà. So how long does this have to cook? At home, you're probably going to be more about 5 to 6 hours at home. Proost. En dan, stouwen maar. Zo, hoppa. En Team New York zit te genieten van zijn kerstmaal. De eend smaakt sowieso anders dan de kalkoen en de kip smaakt ook weer anders. Het is een goede combinatie. Eén probleempje, uw correspondent is vegetariër. Nou ja, toch fijne kerst. Lekker krikken ook natuurlijk. Wij vroegen ons wel af, is het nog wel verantwoord om dit eten? Als je een gemiddelde portie van zo'n stuk turduk neemt, dan zit je op de 800 of 900 calorieën. En dat is flink wat. En dat is alleen nog maar het vlees. Dan krijg je nog de patatjes, wat groenten met saus, een stoofpeertje. Kan het dus kwaad. Als je gewoon een gezond persoon bent, dan mag je best wel eens wat meer vlees binnenkrijgen. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ja, het is de vraag, is het echt nodig om 3 stukken gevogelte te gaan klaarmaken? Want om al die calorieën er weer af te krijgen, moet je flink aan de wandel. Ongeveer 3 uur. En dat is even lang als dat ze die vogel in de oven stoppen. Dus dan mag je gelijk gaan wandelen als je hem in de oven stopt.